Mr. Asset, wat is uw eerste reactie na deze zitting van vandaag? Nou, weer een poging om het proces te vertragen. Er is door de raadsman van de vijf verdachten aangegeven dat zij de militaire rechter Kamperveen wraken. Dat hebben ze gedaan op twee gronden, familiegronden zeggen ze. Er is een familierelatie. In het kort komt het erop neer dat er tussen het lid kolonel Dennis Kamperveen en de persoon van André Kamperveen die bezig was met subversieve activiteiten, dat er daar tot in de tweede graad een familierelatie bestaat. Een hele diepe familierelatie. Ik kan me voorstellen dat er in familieverband hierover zou zijn gesproken. En dat wij daar geen kennis van dragen. Familiegronden zeggen ze, er is een familierelatie. Wat natuurlijk al bekend was. Dus dat kan nooit tijdens het proces een grond zijn voor wraking wat mij betreft. Waarom niet, Bas? Omdat de wetgever die ruimte heeft gelaten. De wetgever zegt dat je in elke stand, zodra dat feit bekend wordt, dat je in elke stand deze rechtsfiguur kan opwerpen. De rechters hebben ook de gang gevolgd die de slachtoffers hebben moeten volgen om uiteindelijk op het bastion Veren te komen, waar ze door vuurpelotons zijn geëxecuteerd. Ik begreep ook dat u aangaf dat de heer Kamperveen als kolonel alleen maar geïnteresseerd was in de omstandigheden van slachtoffer Kamperveen. Dat is uit de descente gebleken. Toen we de plaatselijke opname hadden, enige tijd terug, de vragen die hij stelde, dat is ons opgevallen. En we zijn toen gaan onderzoeken wat er de familierelatie is tussen André en hem en we hebben dat gevonden. Was u verrast met hetgeen de heer Kanhij heeft opgeworpen als wraking? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het aan het begin van het proces zou gebeuren. Met name op de vermeende familierelatie. Dat is toen niet gebeurd. Nu wordt dat verzoek alsnog gedaan tijdens het proces. En is eigenlijk de enige grond waarop ze dat kunnen doen, is niet de familieband. Want die was er al, die was hun al bekend en dat hadden ze dus eerder moeten wraken. Maar de vermeende partijdigheid, omdat de rechter tijdens het proces, met name tijdens de schouw, bepaalde vragen gesteld zou hebben. Ja, nogmaals, het is mijn eigen mening. Ik vermag dat verband niet te zien tussen de aard van die vragen. Nog los van het feit dat het niet juist is dat dat de enige vragen waren van die rechter. Maar laten we dat zelfs aannemen dat dat de enige vragen waren. Dan nog zie ik geen één op één relatie naar de conclusie dat, dat hier sprake is van partijdigheid. Maar het is het Hof dat daarover gaat oordelen. Er gaat een kamer samengesteld worden en dan wordt die wraking behandeld en beoordeeld. Wat gaat dit dan betekenen als het wordt aangenomen, die wraking? Aangenomen dat er een hele andere kamer samengesteld gaat worden. Er wordt een andere kamer samengesteld en meneer Kamperveen doet dan niet meer mee als het wordt aangenomen. Had het Hof misschien niet beter moeten weten dat zo'n mogelijke wraking zou kunnen komen en de heer Kamperveen niet in die kamer hadden moeten zetten? Ik denk, maar ik was daar niet bij natuurlijk, maar ik denk dat bij het samenstellen van de kamer het Hof van Justitie wel degelijk daarmee rekening heeft gehouden. Ja. En dus geanticipeerd heeft op de mogelijke wraking met als grond de familie, het familieverband. En ik denk dat het Hof dat al reeds voldoende onderzocht heeft. Daarom maak ik me over die grond dus ook geen zorgen. Behalve dat het tardief is. Maar de enige grond die overeind blijft zijn de zogenaamde nieuwe feiten. Want dat moeten dan inderdaad nieuwe feiten zijn. En het zijn nieuwe feiten, want die hebben zich voltrokken na de aanvang van de eerste zitting. Maar die feiten waarop men zich gebaseerd, namelijk vragen die de rechter gesteld zou hebben. En dat uit de aard van die vragen de partijdigheid kan worden afgeleid, is wat mij betreft volkomen onjuist.